In het voormalige postkantoor aan de Westdam in Woerden is onlangs een art- en designwinkel gevestigd. De drijvende krachten achter deze spaakmakende galerie zijn Ria van Hemert, Manon de Vlieger en Peter de Bruin. We zijn een hele unieke designstudio en galerie en we verzamelen eigenlijk unieke stuks en we laten veel mooi zien. Dus we gaan ook echt voor het wouwgevoel. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Uh, nou voornamelijk mijn collega Ria heeft heel veel verzameld, ze is het afgelopen half jaar op zoek gegaan naar mooie items en objecten en uh, die heeft ze in de periode voor de opening, voor 14 september, heeft ze dat uh, bij elkaar gevonden en dat hebben we tentoongesteld in deze ruimte. Jullie zoeken naar iets speciaals, het lijkt wel of je naar verbinding zoekt. Ja, we zoeken eigenlijk naar verbinding tussen de kunsten, de meubels en de personen zelf. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar ook tussen de objecten onderling. Dus het moet elkaar wel um, versterken of aanvullen. Zeker. Dus je, dus je verdiep je toch wel in de persoon, in zijn leefwereld, in zijn achtergronden. Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat dat het belangrijkste is van ons werk. Goed uh, te zien en te voelen waar de personen vandaan komen wat ze willen uitdragen wie of wat het verlengde is van hun identiteit en ik denk dat daar heel goed het interieur op aangepast wordt dus de kunst of de meubels zelf nou heb je hier van een aantal toch wel heel belangrijke kunstenaars werken hangen noem er eens een paar ja dat kan ik wij hebben onder andere maarten vrolijk een Amsterdamse kunstenaar die zowel schildert als die prachtige vazen uh, maakt die hier staan. Uh, we hebben Mickey Hogendijk, nou, dat kan je zien, dat hangt achter me. We hebben Margot van Erkelens, een prachtige vrouw die die schitterende schilderijen maakt waar heel Nederland op afkomt. We hebben Stief de Pas. Uh, we hebben Mart Visser, onze couturier, die niet alleen mooie kleding maakt, maar ook fantastische portretten kan maken. Dus ja, we hebben, we hebben nogal wat hangen hier. En dat is ook wat we wilden. Uh, bekende Nederlandse kunstenaars, die wel over de hele wereld een podium hebben. Ja. Nou, zitten we hier in Woerden? Ja. Waarom Woerden? Omdat Woerden gewoon een onwijs gezellige stad is. Maar uh, ja, we wonen in Woerden. En uh, Ria is een jaar geleden al een, een zaak begonnen met haar zoon. En uh, ja, uh, Woerden ligt centraal tussen de vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Het leidmotief van deze zaak is dat kunst de design moet versterken. En ook andersom. De totale galerie is zo'n 340 vierkante meter groot. Zij noemen zichzelf Intermediairs in Schoonheid.